zeg. Ja, sukkel, je moet naar voren of zo. Pak die bal. Hé, hey, wat doe jij? Doe, ga eens winnen of zo, joh. Nou, kom op! Paas naar die bal, paas! Jongens, wat is dit nou? Damme! Veel kinderen die sporten hebben het wel eens meegemaakt. Heel vervelend voor iedereen. Voor teamgenoten en voor de scheidsrechter. Zo'n schreeuwende en scheldende ouder verpest eigenlijk de sfeer. Dat vinden ze in groep 8 van de Beatrixschool in Nieuwegein. Verleden keer moest ik dus meevoelen met een ander team. Zei dus zo'ngene van ons die van hun team dat wij chocolaatjes waren. Omdat wij zo'n bruin meisje erbij hadden. Ja, toen gingen ze huilen. Toen werd er een beetje ruzie. Toen wouden we niet meer voetballen, maar op een gegeven moment werd het toch goed gepraat. En toen konden we gewoon weer verder spelen. Dan schaamde ik me wel een beetje. Voor mijn ouders. Want dan staan ze daar aan de zijlijn van, ja, kom op. En terwijl de andere ouders rustig waren. Dus dan is het echt niet meer leuk en dan kan je er maar beter vanaf gaan. Onbeschofte ouders bij sportwedstrijden zijn al lang een probleem. Er wordt van alles geprobeerd om het te stoppen, zoals reclamespotjes. En in het tv-programma Heibel langs de lijn worden ouders stiekem gefilmd. Dit is Dominique. Nu is er dus een plan waar alle grote sportbonden van Nederland aan meedoen. Daarin staat bijvoorbeeld dat de coach afspraken moet maken met ouders. Hij beslist wat wel en niet kan. Dat alle ouders een cursus kunnen volgen, zou leren ze hoe ze zich op het veld moeten gedragen. En dat is door aan te moedigen en niet een kindnaam te noemen, maar de clubnaam te noemen. En ook te zeggen, heel goed, fantastisch, bij een doelpunt hard te klappen. En als dat allemaal niet helpt, dan mag een vader of moeder de volgende keer niet meer mee naar een wedstrijd. Dan hebben ze gewoon pech. Dat ze dan gaan nadenken. Ga gewoon even naar je ouder toe, naar je vader of je moeder. Zeg, pap of mam, hou er even mee op. Dat is echt niet leuk. Je ouders filmen kan ook, want als ze zichzelf terugzien, zoals in Heibel langs de lijn, dan schamen zij zich vaak ook. Dat kan natuurlijk niet. Dat is niet netjes. Ouders, jullie zijn gewaarschuwd.